Tot 1 juli kunt u in het gemeentehuis in Someren een expositie bekijken over de Bossenschool en architect Jan de Jong. Het gemeentehuis van Someren is in de stijl van de Bossenschool gebouwd. De expositie werd op maandag 18 maart geopend door wethouder Louis Winkels. Wethouder van Cultuur Louis Winkels, een expositie over het gemeentehuis zelf, dat is wel uniek. Zeer uniek. Wij moesten ook even met ons hoofd schudden toen we het voorstel lazen in het college. Maar uiteindelijk ga je erin verdiepen. Inderdaad, wethouder van cultuur, moet ik me erin verdiepen. En dan hoor je Bossenschool vallen. Ik denk, Bossenschool, is het een academie, is het een school? Nee, het is een stroming binnen de architectuur. Hele robuuste, stevige, tijdloze stroming die heel veel uitvloeistels kent. En wij vinden het nodig en ook wel goed om de mensen in Someren kennis te laten maken met die stroming. En ik ben dan ook blij en trots om deze expositie te mogen openen daarvoor. Het is vaak bij architectuur, je moet er eerst iets van gehoord hebben en over gelezen hebben. Wil je het mooi vinden? Nou ja, mooi is de smaak, hè. En smaken verschillen, dus daar blijf ik maar even weg van. Wij beoordelen het zelf hier als werkplek. Ik moet hier werken en je hoorde net in mijn opening ook iets zeggen over airco. Dit gebouw is... Waait niet weg, maar er is ook geen airco bijvoorbeeld. Dus wij zijn wel aan het nadenken om dit gebouw met de tand des tijds mee te laten evolueren. Dat we moderne technieken als beveiliging, camera, toezicht en airco, klimaat, hierin toe kunnen passen. Maar de Bossenschool kent zoveel ruimtelijke definities, hè? Dan noemen ze dat het plastisch getal. Ja, daar moet je echt even in verdiepen en ik wist het van tevoren ook niet. Krijg je een airco in de stijl van de Bossenschool of wat moet ik nou begrijpen? Nou ja, zoiets. Maar je mag hem niet zien, hoorde ik al. Er is hier een hoogleraar uit Leiden die zegt van je mag geen apparatuur zichtbaar ophangen. Dus dat moet allemaal, ik weet het niet. Maar ik wil hier niet als het in de hoogzomer is met de 30 graden binnenwerken. Van de Bossenschool blijf je mooi af. Van de Bossenschool blijf je mooi af. Ik kreeg bijna een tik op mijn wangen net van iemand, want ik had een verkeerd woord gebruikt. Maar goed, laat alle eerlijkheid zijn. Het is een mooi, robuust, stevig gebouw in het hartje van Someren. Maar er werken 60, 70 mensen. En als wij met 20 mensen extra moeten gaan werken, wat voor reden dan ook, dan moeten we al bijna een ander gebouw gaan zoeken. Terwijl de ruimte hier meer dan voldoende is. Er is heel veel ruimte die verloren gaat aan lopen, aan routing. Bijvoorbeeld de raadzaal waar we hiervoor staan en het plateau. Dat zou je ook op de benedenverdieping kunnen maken, waardoor je bijvoorbeeld overdag de mensen er laat wachten voor het loket. En s'avonds gebruik je het als raadzaal en ontvangstruimte. Dat is dubbel gebruik. En dan kun je de ruimte hier op de eerste verdieping kun je bijvoorbeeld gebruiken voor werkplekken. Zo kun je wel de indeling van het gebouw gaan bekijken en toch alle traditionele regels van de Bossenschool in stand houden. Dat gaan we proberen. Ine van der Ven, cultuurmedewerker, een expositie zonder kunstenaar. Ja, de kunstenaar is eigenlijk al overleden in dit geval. Maar we wilden na al die jaren met de kunst in het gebouw eens het gebouw zelf in het zonnetje zetten. Omdat het zo uniek is. Het is gemaakt door Bossenschool-architect Jan de Jong. En wij vinden het al jaren een prachtig gebouw. Want alles wat je erin hangt of neerzet, krijgt extra glans. En dat komt doordat het gebouw is gemaakt met ideale maten eigenlijk. Ja, een beetje afgeleid van de gulden snede, maar ik mag het geloof ik zo niet zeggen. Het heet het plastisch getal, waardoor er een harmonie ontstaat. En op het moment dat je je kunst neerhangt, dan versterkt dat het kunstwerk. En Huub en ik hadden al eerder bedacht, ja, dan moeten we ook eigenlijk iets met pand zelf doen. En zo is deze tentoonstelling dus ontstaan. Ik dacht even van, nou, er komt ooit een aanpassing hier in het gemeentehuis, want er moeten allerlei dingen verbouwd worden. Nu laten we zien hoe het was en straks hoe het wordt. ik hoop dat ze er weinig aan aanpassen, want stel je toch voor dat ze de muren wit zouden verven, dan zou ik denk ik een hartinfarct krijgen. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, het is eigenlijk, je mag niet zeggen een gemeentelijk monument, maar een origineel Jan de Jong pand, daar kan je natuurlijk niet zomaar in rommelen. Dus als je dat ding in gaat veranderen, dan moet er met beleid en aandacht gebeuren. Dat de invloed van er bovenop gaat zitten of niet? Ja, zeker weten. Als ze iets doen wat mij niet bevalt, dan klop ik meteen aan bij de wethouder en zeg stop, dat kan niet. Ja. Als mensen erover lezen, en dat ken je heel snel hier, word je een stuk wijzer over de Bossenschool. Ja, dan blijf je met je, zeg maar, oneerbiedig met je poten vanaf. Ja, dat is gewoon zo. Want we, ja, het is voor ons, het is niet voor ons, maar als je hier een tijd rondloopt, dan wordt het je eigen. En dan merk je ook, er zijn mensen die vinden het fantastisch. Die zeggen van, nou, wat een heerlijk gebouw en ik voel me hier zo goed en fijn om te werken. En er zijn mensen die zeggen van, nou, ik vind het spuug lelijk. Wat tijd is er een kleurtje op smeren. Dat verschil is er. Je houdt ervan of je houdt er niet van, blijkbaar. En ik hou er heel veel van.
in de expositie loopt van wanneer tot wanneer? Die loopt vanaf heden zeg maar tot 1 juli. Er zijn wel bijzondere dingen te zien. We hebben bijvoorbeeld de film van Studio Zicht van Annelies Uitenboogaard. Over het huis van Jan de Jong en Jan de Jong zelf. Die draait hier permanent in de raadzaal. Dat is echt heel interessant voor wie wat meer wil leren over de Bossenschool. En daarnaast hebben we natuurlijk een hele interessante lezing op 9 april door Paul Bouw. Paul Bouw is van de loodsarchitecten uit Helmond, doet ook heel veel in Someren. Die weet ook heel veel van de Bossenschool en die houdt er een lezing over met dia's en projecties. Daarvoor kun je je aanmelden. Gewoon via i.vandeven@someren.nl. Je mag ook zo binnenvallen, maar het is prettig als je even aanmeldt. En daarnaast hebben we nog 2 rondleidingen door oud-medewerker Jos Verhoeven. En dat is eentje op 13 april en 1 op 10 mei. En al beide keren om 10:30 's ochtends. Dus kun je gewoon bij aansluiten en die laat je ook de typische Bossenschooldingen in het gebouw zien. Dus die er niet op kunnen wachten, die kunnen gewoon iedere werkdag hier binnenlopen en de expositie bewonderen. Zeker weten, ze kunnen gewoon tijdens kantooruren het gebouw in. De expositie is op de eerste verdieping. Je kunt de film bekijken, je kunt de foto's van de speciale hoeks bekijken, de panelen met informatie. En ik zou zeggen, iedereen is welkom. Jos Verhoeven, oud-medewerker, oud-ambtenaar van de gemeente Someren. Dat is al jaren terug, Jos. Ja, dat is inderdaad. Ja. Dat is nu 10 jaar geleden. Maar ik ben van 1978 tot 2008 ben ik bij de gemeente werkzaam geweest. Dus de bouw van het gemeentehuis meegemaakt? Ja, ik kwam hier werken in 1978 en toen was men eigenlijk met de voorbereidingen bezig om te kijken van een architectenkeuze voor het gemeentehuis. En toen heeft de raadscommissie die daarmee belast was, die hebben toen gekozen voor een architectuur van de Bossenschool. Was je daar mee eens of dacht je, waar zijn ze nou aan begonnen? Toen was ik nog niet hier, die keuze was net gevallen. En toen ben ik uiteindelijk, want ik werd bij bouw- en woningtoezicht kwam ik in dienst. En ik heb een bouwkundeopleiding ook. En toen werd ik betrokken bij de bouw van het gemeentehuis. En dat is, ik werd eigenlijk opzichter van het gebouw toen. En vond het meteen mooi? Ja, toen heb ik intensief samengewerkt met, ik moest even wennen aan de Bossenschool en aan die architectuur. Maar doordat ik er een jaar bij betrokken was en heel nauw met de architect heb samengewerkt, ja, was ik toch wel overtuigd van de waarde van de Bossenschool in die tijd. En dat hebben we dus door de jaren heen, samen met de gemeentesecretaris Kobus de Vos, hebben we geprobeerd om dat gebouw zo goed mogelijk in stand te houden. Dat is aardig gelukt, moet ik zeggen, want alles, ja. Zelfs de meubels zijn nog van die tijd. Ja. Ja, de meubels zijn ook ontworpen door de architect zelf, want dat hoorde eigenlijk ook bij. Zij ontwierpen ook vaak meubilair, zoals de garderobe of kasten of meubels uiteindelijk. Ook het meubilair voor de binnenbestuurskamers, vergadertafels en zo, en in de raadzaal. En dat is allemaal voor het grote gedeelte nog intact gebleven. Wat vind je nou mooi aan de Bossenschool? Nou, het is eigenlijk zo, de Bossenschool is eigenlijk een soort vormentaal die ervoor zorgt dat er een bepaalde rust en eenvoud in het gebouw is. En de uitgangspunt van de Bossenschool was ook dat het is een openbaar gebouw. Dus in feite moet iedereen zich daarin thuis voelen. En het moet ook niet storend zijn voor mensen die hier rondlopen. Je kan een gele wand of een blauwe wand mooi vinden, maar dat vindt niet iedereen. En openbaar vindt niet iedereen. Maar openbare ruimtes, ja, die horen eigenlijk een beetje voor iedereen geschikt te zijn. En het uitgangspunt was ook, we laten de straat eigenlijk binnenkomen in het gebouw en maken hier in de gangen eigenlijk een verlengstuk van de straat. Want het is een openbare ruimte waar mensen gewoon binnen moeten lopen. Nou, dat was eigenlijk ook de visie en de filosofie van de architect om dat zo te maken. En zegt ook eigenlijk, die gangen hebben eigenlijk ook weer met een soort luifel eigenlijk naar de werkruimtes, hebben die weer een overkapping en vandaar die dubbele ruimtes. Maar dat zorgt ook voor een bepaalde rust in het gebouw. Er zijn toch mensen die het niet mooi vinden? Helemaal niet. Ja. Die ga je straks met de rondleiding overtuigen? Ja, over smaak valt het niet te twisten op zich. En er zijn mensen die er niet van houden. Dat kan natuurlijk. Maar het is toch gebleken eigenlijk door de jaren heen dat die waarde van de Bossenschool zelfs op dit moment nog meer, eigenlijk, meer in zijn waarde stijgt.
omdat men ook ziet wat de waarde en ook erkent wat de waarde van de Bossenschool is. Ja. En het wordt steeds meer gewaardeerd, ook door steeds meer architecten. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook een soort bewaker wordt van die Bossenschool. Als ze hier gaan veranderen, dan moeten ze eerst langs Jos Verhoeven? Nou, nee, zo erg is het niet, want ik heb hier helemaal niks meer te zeggen. Dus daar gaat het niet om, maar... Het is toch nog wel zo dat ik het leuk zou vinden als inderdaad die elementen, want het zou zonde zijn. In Budel heb je ook een gebouw van de Bossenschool, het gemeentehuis. Daar hebben ze destijds een heleboel veranderingen aangebracht. En toen ging het er eigenlijk over, gaan we dat gebouw nou wel slopen of verbouwen? En toen hebben ze het eigenlijk weer in ere hersteld. En daar zijn een heleboel mensen zijn daar heel blij mee. Maar er zijn ook mensen bij die zeggen, ja... Ja, het blijft niet mijn soort gebouw. Ja, het heeft een beetje een theatrale uitstraling met de kolommenrij die je ziet in het gebouw en het ritme. Maar het geeft een bepaalde rust, het gebouw zelf. Er zijn natuurlijk gebouwen die op een gegeven moment te klein worden. Dat ja. gebrek aan ruimte, dan zijn hier nogal veel loze meters. Nou ja, dat zou je kunnen denken. Kijk, ik kom nu in nieuwe gebouwen. Met een enorme hal en ruimtes. In feite zou je kunnen zeggen van nou, hier heb jij eigenlijk gewoon een gang. En in het uitgangspunt was eigenlijk dat je aan de gang heb je de balies voor de dingen. Die zitten eigenlijk terug in de tweede gang, waardoor je een normale loopgang hebt die voor het binnenverkeer een verkeersruimte hebt in het gebouw. En daar kan je inderdaad van zeggen van nou, die zou je kunnen bestemmen, maar... Ja, dan ga je toch een beetje de structuur van het gebouw en de visie van de architectuur ga je toch een beetje aantasten dan. En je kan er dan beter nog een stuk aanbouwen dan dat je dat gaat veranderen. Want het effect van die ruimtes is natuurlijk beperkt om die bij een bepaalde ruimte uit te trekken. Als je aanbouwt dan liefst in een Bossenschoolstijl? Ja, het zou mijn voorkeur hebben, maar goed, dat is, ik heb daar geen belang meer bij natuurlijk. Maar het zou wel mooi zijn, ja, het gebouw is nu 40 jaar oud en ik weet nog wel dat het door de jaren heen, dit gebouw staat er nu 40 jaar en er is in die 40 jaar is hier niets hoeven te gebeuren. En ik deed destijds het beheer van de gebouwen als gebouwbeheerder. En daaruit bleek ook dat dit gebouw het goedkoopste gebouw in onderhoud is van alle gemeentelijke gebouwen die we hebben. Omdat het eigenlijk, hoeft niks aan te veranderen te worden. Het is nog qua vloer, qua wanden, qua plafond, het is nog dezelfde structuur en er is niks aan verouderd eigenlijk. Henk Kruttwagen stond zeg maar aan de wieg van de Bossenschool hier in Zomeren? Nou, aan de wieg van de Bossenschool, het was zo dat het raadhuis dat moest sterk vergroot worden en verbouwd enzovoorts. En toen was de vraag, hoe doe je dat? En kan dat wel op deze plek? Want in die tijd was er niet zo heel veel ruimte om het raadhuis heen te zien. En die ruimte moest dus gecreëerd worden en het moest toch ook passen in het centrum. En dat was een hele moeilijke opgave, stedenbouwkundig. Wat was uw functie toen altijd? Ik was hoofd van ruimtelijke ordening, maar ik ben van beroep stedenbouwkundige. En uit dien hoofde ja, kon je erover oordelen dat het niet zo makkelijk was om dat op een goede manier te doen. Hoe kwam ik bij de Bossenschool terecht? En toen was dus de vraag van welke architect? En toen zijn er dus vier architecten uitgenodigd. Uiteraard Janus van Heugden plaatselijk. Kroijmans uit Asten, even denken, was er nog één? Ik zo niet meer. En Jan de Jong. En die hebben de opdracht gekregen om een stedenbouwkundige situering te ontwerpen voor uitbreiding van het raadhuis met een suggestie van een raadhuis erbij. Dus een globale schets. Nou, en toen die kwamen, ja, toen bleek dat het plan van Jan de Jong met kop en schouders boven alles uitstak. En speciaal op stedenbouwkundig niveau, want hij heeft dat werkelijk meesterlijk gedaan. En daar zijn we in feite toen mee begonnen. Kreeg je een weerstand? Jawel, natuurlijk was er wel weerstand, want ja, het is logisch zo. Het is logisch zo dat mensen hier van oudsher
dat oude raadhuisje gewend waren. Want ik moet zeggen dat toen ik in 1956 hier pas in Zomeren kwam, dat het enige gebouw van enige importantie, dat was waar wij ooit nog een kantoor in gehad hebben. Het pand van Bakkerstoon, ik weet niet wat er nu in zit, maar nou, dat was eigenlijk het enige wat toonaangevend was. Dat raadhuis, ja, dat deed toch een klein beetje, ja, althans in mijn ogen, hè, niet in de ogen van de mensen hier, maar een beetje popperig aan. En nou, fijn. Dat heeft natuurlijk wel wat pijn gedaan, denk ik, bij veel mensen. Maar van de andere kant is het natuurlijk zo dat je moet zorgen dat er iets beters komt. En ik moet zeggen dat in die 32 jaar dat ik hier gewerkt heb, dat je dus eigenlijk zo'n dorp mooier wilt maken, belangrijker en zo. En dat was ontzettend moeilijk, want het enige wat wij te bouwen kregen, dat waren woningwetwoningen die niks mochten kosten. En met rijen van 10 en 6 en 4 en zo. En dan krijg je een uitbreiding zoals je die overal in Nederland vindt en waar geen klap aan is. Toen dan geleidelijk aan de kansen keerden en er ook wat vrije sector kwam en zo. En toen kwam eigenlijk de kans van het raadhuis en daarmee zeiden we, nou, dit is de mogelijkheid om Zomeren een monument te geven wat er staat. Ja, u was een fan van de Bosschool of u werd een fan van de Bosschool? Ik werd een fan. Want ik moet zeggen dat toen ik de eerste keer een contact ging leggen bij Jan de Jong, een gesprek had met hem, bij hem thuis, toen heb ik in de woonkamer gezeten daar en ik begreep niet waar ik was. En nou, we hadden een lang gesprek en daarna heb ik tegen hem gezegd, ik wil uw vrouw wel eens spreken, want ik wil wel eens zien hoe een vrouw zich hier voelt. En nou, fijn, een poosje later kwam zijn vrouw en die heb ik mee zitten praten en die vertelde dus, nou, wij hadden hier vroeger een Engels landhuisje staan met erkertjes en dakkapelletjes en allerlei toeters en bellen en dat was heel leuk, vond ik dat. Ze zei, maar op een gegeven moment, Jan, die zei, wat ik maak is allemaal rotzooi, dat is niks. En hij heeft anderhalf jaar niet gewerkt en we hebben echt honger geleden, zegt ze. En toen ineens had hij dus contact met Dom van der Laan. Hij is beginnen te tekenen en hij heeft dit huis getekend. Ze zegt, en toen ik dat zag, toen ben ik beginnen te huilen. En ik heb een jaar lang gehuild. Maar nu moeten ze mij met twee voeten vooruit dragen, want ik ga hier nooit meer weg. Ze is nu bijna 101. Ze leeft nog. Ze leeft nog en ze woont er helemaal alleen. Ook dit gebouw, die kan ook makkelijk 101 worden. Er verandert niks, al jaren hetzelfde. Dus het is wel een stijl die altijd blijft. Ja, dit is een stijl die inderdaad beklijft. En het gekke is dat, ik heb dat vaak gezegd tegen mensen vroeger, als ze problemen hadden met dingen op het gebied van welstand, dat niet goedgekeurd werd of zo. Ik zei van, je moet het zo bekijken, dingen die mooi zijn, daar moet je aan wennen. Dat komt geleidelijk aan. Dingen die meteen mooi zijn, dat is dikwijls heel vals. En dan vergeleek ik het vaak met een Opel, dat is een mooie auto. Maar het jaar erop moeten ze weer een nieuw model brengen, want het zijn eigenlijk slappe vormen. En als je een Citroën neemt, dat was toen de tijd de snoek, dan denk je in het begin, wat is dat nou? Hè? Maar geleidelijk aan wordt het steeds mooier. En dat is met alle goede dingen zo. Die moet je aan wennen en dat vind je steeds mooier worden. Dus je vindt het wel mooi dat er hele expositie van is, hè? Jazeker, uiteindelijk. Jazeker, en ik hoop dat ook de huidige generaties beseffen waar ze hierin mogen werken. Want nogmaals, geleidelijk aan komt dat. En het wordt alsmaar mooier.